Welkom bij de Pensioen daagse 2021 en leuk dat je erbij bent. Drie dagen lang verzorgen we negen flitswebinars om jullie meer inzicht te geven in jullie pensioen. En vandaag starten we met een pop-up college over waarom ons pensioen verandert. Mijn naam is Paul Smit en vandaag heb ik als gast Marieke Knoef en Kees Goudwaard van Netspar en de Universiteit Leiden. Het Nederlands pensioenstelsel verandert. En uh, het Nederlands pensioenstelsel behoort al jarenlang tot een van de beste stelsels ter wereld. Echter, we maken ons nog steeds als Nederlanders zorgen over ons pensioen. Pensioen verandert nu, maar Marieke en Kees, waarom is het nu nodig dat het pensioen verandert? Ja, we gaan het stelsel hervormen. En uh, nou, in dit flat, Flitswebinar gaan we uitleggen nou, waarom is dat eigenlijk nodig. Oké. Okay. Uh, nou, dat uh, pensioenstelsel, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Dat bestaat uit drie onderdelen. Uh, een belangrijk onderdeel is de AOW. Uh, de AOW, dat is vanuit de overheid. En uh, de hoogte van de AOW hangt af van het aantal jaren dat je in Nederland woont. Nou, daarbovenop is er ook uh, het werknemerspensioen. Uh, 90% van de werknemers bouwt de werknemerspensioen op. En de hoogte daarvan hangt af van het inkomen dat je verdient voor pensionering. Nou, en daarnaast heb je ook nog individuele besparingen die mensen zelf kunnen doen. Nou, dat we dat pensioenstelsel hebben, dat is heel fijn, want eh, daardoor hebben we weinig armoede onder ouderen in Nederland. Um, het pensioenstelsel zorgt er ook voor dat we onze levensstandaard voort kunnen zetten na pensionering. En over het algemeen hebben we een levenslang pensioen. Uh, dus dat betekent dat ook als je 110 wordt, uh, je toch pensioen zult ontvangen. Dankjewel Marieke. Je ziet hier een wereldkaart met daarop een flink aantal landen. Met de kwaliteit van de pensioenstelsels weergegeven in die landen op basis van internationaal onderzoek. De hoogste kwaliteit is groen. En als je dan heel goed kijkt, dan zie je drie heel kleine landjes die groen zijn. En dat zijn IJsland, Denemarken en jawel, Paul zei het al, Nederland. Dus we staan er goed op internationaal met ons pensioenstelsel. En toch, zoals je al zei, willen we het veranderen. Want we willen het stelsel natuurlijk in de toekomst ook sterk houden. En zoals Marika al zei, er zijn een aantal redenen waarom we het stelsel dan toch moeten aanpassen. Die gaan we bespreken. Om te beginnen de vergrijzing. Er is een, een sterk veranderende verhouding tussen het aantal gepensioneerden en het aantal werkenden. He, Waar in 1950, toen het stelsel werd opgebouwd, tegenover elke gepensioneerde zeven werkenden stonden, is dat nu drie ten opzichte van elke gepensioneerde en over twintig jaar ongeveer twee. Dus veel meer ouderen en niet meer werkenden. Eh, dan zou je zeggen van nou, dat is in principe geen probleem, hè, want het werknemerspensioen, eh, daar sparen mensen zelf voor. Dus die, al die ouderen die hebben daar al voor gespaard. Maar toch is er een probleem. Want eh, als, als pensioenfondsen worden geconfronteerd met een financieel probleem, hè, de aandelenmarkten gaan onderuit bijvoorbeeld, ja, dan kon dat vroeger makkelijk worden opgevangen door een premiestijging, omdat er heel veel premiebetalers waren. Dat is nu veel lastiger. Dus dat betekent dat een financieel probleem bij pensioenfondsen, ja, eerder zeg maar ten koste van het pensioen gaat. Ja, en dat doet natuurlijk wat met het vertrouwen. Um, en met name bij ouderen. Want uh, heel veel ouderen hebben al minstens tien jaar geen indexatie van hun pensioen gehad. Dat wil zeggen dat het pensioen niet wordt aangepast, niet is aangepast aan de stijgende prijzen. Ja, en dat is natuurlijk slecht geweest voor het, uh, voor het vertrouwen. Um, hoe gaat dat veranderen? Nou, de regels gaan het nieuwe stelsel veranderen. In die zin dat, eh, dat er geen financiële reserves, buffers worden dat genoemd, geen financiële reserves meer hoeven worden aangehouden. En dat betekent dat de rendementen die pensioenfondsen maken, eerder worden uitgekeerd. Dat er dus eerder indexatie wordt gegeven aan de mensen. Daar staat tegenover dat bij tegenvallers ook eerder gekort zal worden. Eh, dat is ja, helaas onvermijdelijk, zekerheid is er niet. Eh, dus dat is wel het eerlijke verhaal. Maar per saldo eh, levert dat naar verwachting winst op, zo blijkt uit heel veel rekensommen. Dus de kans op indexatie in het nieuwe stelsel zal een stuk groter zijn. En dat betekent dat eh, ja, mensen dan dezelfde boodschappen kunnen blijven doen als nu. Vandaar het plaatje met de boodschappenwagen. Maar helaas, niet alleen bij ouderen, maar ook bij jongeren eh, is het vertrouwen in het stelsel minder geworden. In dit plaatje zie je dat maar liefst 40% van de jongeren denkt dat eh, als zij uiteindelijk over lange tijd met pensioen gaan, eh, dat de pot dan leeg is, dat er niks meer over is. En dat zal zeker niet zo zijn, eh, maar die angst is er wel. Dus eh, er moet goed duidelijk gemaakt worden dat dat niet zo is en dat er wel pensioen zal zijn in de toekomst. En hopelijk gaat het nieuwe stelsel daar eh, een beetje toe bijdragen, want we gaan over naar een soort persoonlijke potjes in het nieuwe stelsel. Dus dan kan iedereen zien, jong en oud, wat men opbouwt, wat de premie-inleg voor opbouw betekent en het rendement over die premie-inleg en hoe dat dan jaarlijks aangroeit tot langzamerhand een grotere pot. Dat, dat draagt hopelijk bij aan herstel van vertrouwen. Ja, de arbeidsmarkt is ook veranderd en is ook een reden voor verandering van dat pensioenstelsel. Dus zoals we hier zien is de arbeidsmarkt flexibeler geworden. Bijvoorbeeld in 2019 zien we dat uh, nou ruim 20% van de werknemers een flexibel arbeidscontract heeft. En ook dat het aantal ZZP'ers aanzienlijk toegenomen is. Nou, en in die situatie, met een meer flexibeler arbeidsmarkt, is het ook makkelijker in het nieuwe stelsel met wat meer eigen pensioengeld. In het nieuwe stelsel is er ook meer maatwerk. Dus op dit moment is het zo dat als jongere is het goed om wat meer risico te nemen. Zodat je ook in verwachting een hogere uitkering krijgt. Maar als ouderen wil je eigenlijk niet zoveel risico, want je wil graag een stabiel pensioen. Nou, op dit moment, stel dat je oud bent en je zit in een heel groen fonds, dus een fonds met veel jonge mensen. Dan wordt er eigenlijk te veel risico genomen met jouw pensioengeld. En ook andersom, als je als jongere in een heel grijs fonds zit met veel oudere mensen, dan wordt er eigenlijk te weinig risico genomen met jouw pensioengeld. En dat gaat veranderen in het systeem. Dus in het nieuwe pensioensysteem wordt er maatwerk geleverd op basis van leeftijdsgroepen, zodat dit probleem opgelost is. Nou, mensen houden ook graag van uh, persoonlijke producten, hè? bijvoorbeeld een taart waar je zelf mag kiezen en je eigen foto op kan maken. Uh, nou, in het pensioenstelsel wordt het ook wat, uh, wat persoonlijker, in die zin dat je, op je pen of tijdens pensionering, op het moment dat je met pensioen gaat, kan gaan kiezen voor een lump sum. En dat betekent dat je 10% van je pensioengeld uh, opneemt en dan zelf kan kiezen hoe je dat uit gaat geven over uh, de jaren die komen gaan. Samenvattend uh, hebben we verteld dat er een aantal uh, maatschappelijke veranderingen zijn, eigenlijk en dat het ook wel logisch is dat het pensioenstelsel wordt aangepast vanwege die veranderingen. Uh, maar betekent dat nou dat, uh, dat we het oude stelsel bij het golf vuil kunnen zetten? Nee, dat betekent het zeker niet. Want een van de punten waarom het Nederlandse stelsel altijd goed heeft gescoord, is de collectiviteit. He, die, het, die het mogelijk maakt om met elkaar binnen het binnen pensioen risico's te delen. Solidariteit kun je dat ook noemen. He, dat wil zeggen dat als er een, een financiële tegenvaller is, dat dat niet bij één bepaalde groep terechtkomt die dan de sigaar is, maar dat je dat met z'n allen binnen de pensioenregeling deelt. Dus het idee is, uh, we gaan de, de zwakkere punten in het stelsel uh, uh, verbeteren, aanpassen aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. En we houden de sterke punten. Dank jullie wel allebei voor de, voor de bijzonder duidelijke uitleg. En voor mij geeft het alweer een stukje vertrouwen dat er in de toekomst voor de jongeren nog pensioen is en dat het pensioen beter verdeeld wordt. Ik heb een aantal vragen binnengekregen. Misschien mag ik jullie die nog even stellen. Um, wanneer heb ik het, voor het eerst inzicht wat de veranderingen voor mij zouden kunnen betekenen? Dus wanneer gaat dit allemaal spelen? Kan je daar iets over zeggen, Marieke of Kees? Nou, de nieuwe wet, de definitieve wet moet nog komen. In 2022 is de verwachting. En dat betekent dat in 2024 voor het eerst pensioenfondsen naar een nieuwe regeling toe kunnen. Sommigen zullen dat misschien doen, maar ik denk dat de meesten het toch iets later uh, zullen doen. Dus uh, het is goed om de website van je pensioenfonds in de gaten te houden, om te zien wat de veranderingen uh, zijn en wanneer die worden doorgevoerd. Hartstikke goed, dankjewel. En krijgen we op deze manier, over wat ik in de intro al zei, um, wellicht weer een stukje vertrouwen in ons, uh, ons pensioenstelsel terug? Nou, het nieuwe stelsel wordt in die zin transparanter. Uh, nou, Kees liet net zien, hè. bij de jongere leeftijdsgroep zien we dat er uh, veel wantrouwen is of er later nog wel pensioen voor die mensen zal zijn. Uh, en ik hoop wel met die, meer, uh, met die grotere transparantie dat die jongere mensen daar weer wat zekerder van kunnen zijn. Ja, nou en dat zou hartstikke fijn zijn. En dat zal vaker geïndexeerd worden? En ja. dat, dat helpt ook, hè? dat het pensioen af en toe verhoogd wordt. Daar ja. hebben we natuurlijk lang op moeten wachten, zal ik maar zeggen. Ja, absoluut, absoluut. Goed, laatste, laatste vraag, uh, zoals ik hem nu krijg, maar ik zie in de tussentijd ook dat er nog een vraag binnenkomt uh, op de webchat. Um, we zien in 2040 een verandering van de samenstelling van de populatie tussen oud en jong. Uh, we hebben straks, voor twee werkenden die we hebben, hebben we één, zeg maar even, AOW er. Is voor jullie de AOW dan nog haalbaar? We horen steeds vaker ook in het land dat we wellicht in de toekomst geen AOW meer hebben of dat dat stelsel aangetast wordt. Hoe kijken jullie daarnaar? Ik zou zeggen dat die zorgen niet nodig zijn. We hebben de pensioenleeftijd, de AOW-leeftijd flink verhoogd. Iedereen heeft dat gemerkt, denk ik. En dat maakt het stelsel veel steviger. Dat maakt het robuuster. Dus dan heb je veel minder last van die vergrijzing, omdat dat ook leidt tot een verhoging van de pensioenleeftijd. Dus die zorgen die zijn denk ik niet nodig. Dat is fijn om, fijn om te horen. Dank je wel, Kees. Laatste vraag, nog even via de, via de webchat. Hoe kijken jullie aan tegen het mogelijk al eerder indexeren van pensioenen, zoals de PVDA heeft voorgesteld? Gaat dit niet ten koste van de jongeren? Ja, dus uh, het, is, het zijn keuzes. Ik kan me best voorstellen, hè, dus, uh, de ouderen die uh, nou, soms al tien jaar niet geïndexeerd zijn, uh, nou, dat dan dit voorstel er ligt om daar wel iets, uh, iets aan te doen. Uh, maar inderdaad, tegelijkertijd moeten we wel gewoon heel eerlijk zijn dat dat ook wat betekent voor uh, de jongeren in uh, de kans uh, dat zij later ook het uh, pensioen kunnen krijgen wat hen beloofd is. Dus daar zit een afruil en dat is een, een politieke beslissing. Juist. En de minister heeft ook al aangekondigd hè, dat er uh, eerder geïndexeerd mag worden in de overgang naar het nieuwe stelsel dan in het oude stelsel het geval zou zijn geweest. Ja. Hè, dus die stap is in feite ook al wel gezet. Juist. Maar anderen willen het misschien nog eerder. Dat, uh, Blijkt uit de vraag. Dat gaan, we afwachten. Dat gaan we afwachten. Dank jullie wel. Het is mij in ieder geval een stuk duidelijker geworden. En ik hoop jullie voor het publiek ook een stuk duidelijker geworden waarom we naar een nieuw pensioenstelsel toe gaan. Wil je meer weten over jouw pensioen en hoe het eruit ziet in de toekomst? Hou vooral in de gaten wat er gebeurt op, je, op de site van je eigen pensioenuitvoerder. Um, en voor nu bedankt uh, voor het meedoen aan dit webinar. En tot de volgende keer.